nog de 30, ik weet het niet, en nu ging je gewoon. Ja, het is wel echt, ik vond het wel even heftig. Maar het geeft je ook wel weer even een kick om door te gaan. En wat heeft je nou doen besluiten? Want je stond net nog echt te twijfelen. Ja, ik weet niet, ik voelde hem opeens. Ik denk, ik ga het gewoon doen. Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit niet. En als ik dan thuis ben, dan heb ik gewoon zo'n spijt dat ik het nooit heb gedaan. Dus, en de zon ging schijnen en ik dacht opeens, ik doe het. Ga gewoon, hoe voelde het? Ja, echt. Ja, niet heel anders dan die eigenlijk. Alleen, je bent gewoon bang voor het eindresultaat. Terwijl je zo naar beneden zoeft, duurt het allemaal wat langer. En dan hoop je, oh, blijf staan. Maar het is wel echt super cool. Ja, nu heb je echt het gevoel van die 30 meter. Je hebt het gevoeld. Hoe ga je nu gewoon nog een keer om je techniek aan te passen? Ja, nu ga ik even me houden aan... Dit was puur overleven en nu ga ik even kijken of ik techniek kan toepassen. Top, nou heel veel succes. Dank je.